Onderwijsminister Henry Orie is verbaasd met de eisen van de actievoerende vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Orie sprak vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers en zei de plotselinge houding van de organisatie niet te snappen. Ik moet dit van zeggen dat wij een beetje geschrokken zijn van plotselinge houding, waarvan we zeggen, hè, wat is dit? We hebben het jaar, dienstjaar 2023 afgesloten en plotseling komen ze met een claim voor geld. En daar heeft ook het bestuur enigszins verrast, Adekus. We hebben de mensen opgeroepen en geluisterd naar hun grieven. En we hebben een paar vragen gesteld en plotseling heeft men in die korte tijd direct met een zware eisen komen. Als het niet doorgaat, dan gaan we in beraad. Het bestuur van de Adekus is nu aan zet. De subsidiegelden, de overheid, we moeten die verhoudingen goed zien. De overheid, mijn ministerie, geeft subsidie aan de Anton de Kom Universiteit. Orie zegt erbij te zijn gehaald nu er een ultimatum is voor hun eisen. Er kunnen geen plotselinge eisen voor geld op tafel worden gegooid, zegt de onderwijsminister. De Adekus heeft een aantal mogelijkheden nog met het restante. Ze hebben een voorstel gedaan. Ik begrijp dat dat niet onvoldoende is en men gaat nu het spelletje spelen. Ik denk dat het niet goed gaat aflopen, omdat de eis van de groep, nou, soms wat ik vrij kan zijn om het te zeggen, zeer onredelijk is. En de zoveelste groep die dus van alles meent te kunnen oppakken. Natuurlijk blijft dialoog het uitgangspunt en ik hoop dat ik dacht dat ze vandaag met elkaar praten. En ik zal komende week kijken hoe het verder is. Wat niet kan is dat de tentamens dus gefrustreerd raken van de studenten. En dat is een ongezonde zaak. Dus ik hoop dat dialoog de komende dagen, morgen dan, zaken kan oplossen. Orie stelt verder niet te snappen dat ineens ook andere onderwijsbonden klagen over overuren en achterstallige betalingen. Kinderen moeten niet steeds de dupe worden van acties van vakorganisaties, besluit Orie. Vandaag werd bekend dat ook leerkrachten van de hoofdakte en van de avondopleiding de nieuwe leerkracht geen les geven. Deze docenten zien graag hun lesurenvergoeding uitbetaald.